Goedemiddag allemaal. Frank Paulet is de naam, kinder- en jeugdboekenschrijver. Normaal gesproken was ik in deze periode heel vaak de baan op, scholen en bibliotheken. Was ik bij jullie kunnen komen, maar het rottige virus heeft er anders over beslist. We bevinden ons hier nu. Ik dacht ik zal een filmpje maken om even gedachten te zeggen en om eens te tonen waar die boeken die ik schrijf en die ik soms samen met Monique schrijf, met mijn vrouw, waar die geschreven worden. Dat is hier in Puivelde. Je ziet op de achtergrond die paarden daar lopen. Die zijn niet van ons, die zijn van de buren hierachter. Maar wie wel van ons zijn, dat zijn de gasten die hier in de stal staan te eten. Dat zijn, ik moet het dus een beetje moeilijk filmen, maar dat zijn dus Victor en Harry. Ik heb een aantal jaren geleden, het boek geschreven Want een ezel is een voorbeeldig mens. En deze twee kerels, die, kijk, hier vooraan is Victor en achteraan Henri. Die twee kerels hebben daar toch wel een belangrijke rol in gespeeld, in die zin dat ze een bijzondere vorm van inspiratie waren. Oké, we gaan naar huis, zeg maar. Ik ga het huis in. Dat betekent dat ik hier de stal eerst moet doorwandelen en dan hopen dat ik dit hier overleef. Dat ik niet net als heel Vlaanderen plat ga. Hier ligt de voorraad stofvrij hooi. Dat komt doordat Victor een stofallergie heeft en wij dus stofvrij hooi moeten nemen. En dan zie je hier ook nog een beetje stro. Voilà, de rest van het stro zit in de auto. In de camionet. Dit is makkelijk open te doen. Voilà. En nu staan we weer buiten op het terras. Moet ik even tonen. Dit hier. Kijk. Dit is een gele tuintafel. Aan deze gele tuintafel zaten in de zomer van 2017 Gilles Peters, mijn vrouw, mijn uitgeefster en ik te vergaderen over het klimaatboek dat we wilden schrijven. Dat is er pas 2 jaar later gekomen, maar dat is dus hier begonnen. Op de achtergrond zie je nu ook nog een paar andere vrolijke vrienden van ons. Dit hier is Emily, dit is Ellie, dit is de haan Marino. Daar in dat hokje met die Mondriaan kleuren, daar zitten 2 cavia's. Dat zijn Edmond en Toon. En dan mankeren we hier nog, voilà, ze zit hier, deze grijze kip, dat is José. Voilà, en dan mankeren we Hanne nog, en Hanne zit hier. Hanne, hup, hup, hup. Zien we Hanne? Nee, we zien, ah ja, dat is het rosse kipje hier. Oké, we gaan binnen in huis. En dan zie je waar het allemaal gebeurt. Voilà, dit is wat wij noemen in huis. De woonkamer, maar daar hebben jullie eigenlijk geen zaken mee. Maar goed, ik passeer dan toch maar even de keuken zien. Als die niet opgeruimd ligt, dan krijg ik onder mijn voeten van Monique. Dat is dus wel het geval, toch min of meer. En dan gaan we... Voilà, hier zijn boeken. Monique is hier volop aan het werk, of tenminste aan het doen alsof dat werkt. Dit zijn onze boeken. Het zijn ze bijna allemaal. Het zijn er redelijk veel. En de meeste daarvan hebben we ofwel al gelezen, ofwel toch tenminste geraadpleegd. En daar in de hoek, ik ben altijd stout geweest, ik zit dus in de hoek. Voilà, dit is mijn computer. Die staat open. En hier wordt het dus gewerkt. En dat is de andere kant. Dit is het beeld van Guido Gezelle. Dat was een kerel die mij niet zo vrolijk gemaakt heeft in mijn studententijd. Voilà, hier wordt gewerkt. Hier maken we de boeken, onder andere dus Want een ezel is een voorbeeldig mens, het Frida's Koele Klimaatboek, de Waar gebeurt reeks. Misschien toch nog even tonen. Monique heeft net 2 nieuwe boekjes uit. Ik ga even achteruit, dat wandelt moeilijk. Maar een van die boekjes staat hier. Dat is Niet in bad. Dat is zo'n kartonboekje voor kleuters. Dus echt niks voor jullie. Voilà. Ik dacht, ik post het even. Dan kunnen jullie eens kennis maken met de omgeving van... iemand die zijn tijd besteedt aan schrijven. En die nu een beetje ongelukkig is omdat ik niet kan komen spreken bij jullie. Maar kijk, op die manier spreek ik wel. Hè. En nog wel bij jullie ook. Zeg, doet dat goed, kinderen. Joe.